Dag dames en heren, vanavond is er geen livestream met Nicolas, dat toch even melden. Verder wil ik ook zeggen dat er toch wel wat technische problemen zijn geweest de afgelopen dagen met ons videoweerbericht. De techniek laat ons nu eenmaal soms eens in de steek en dat heeft dus ertoe geleid dat er bijvoorbeeld woensdag geen videoweerbericht was. Nu, ik wil toch ook even zeggen, het zou kunnen dat het nog niet helemaal opgelost is. We moeten dat toch wat opvolgen. Het zou dus kunnen dat er woensdag of volgende week zaterdag toch weer wat problemen opduiken. In het slechtste geval gaat er dan weer een videoweerbericht niet door, maar zover gaan we niet denken natuurlijk. Voorlopig zijn de problemen opgelost en laat ons hopen dat het zo blijft. Nu, als u momenteel vol spanning naar de weersverwachting zit uit te kijken, wel, eigenlijk moet ik die spanning al een beetje weghalen, want als ik u nu vertel dat het gewoon zeer zonnig wordt de komende dagen, dat er wel een schrale oostenwind zal staan en dat de temperaturen niet al te hoog zullen oplopen, dat weet u eigenlijk genoeg. Maar goed, we gaan het uiteraard zo niet doen. We gaan effectief wel naar een uitgebreidere voorspelling kijken. Maar u merkt dat er weinig wolken opstaan. Dat is vanavond zo. Ook vannacht blijft dat zo. Die laatste bewolking zal vannacht wegtrekken richting Frankrijk. En uiteindelijk zien we dat wel dat die minima vrij laag gaan uitkomen. Dat is logisch ook natuurlijk nog, hè, midden maart met deze temperaturen tussen min 3 en plus 2 graden. Morgen, ja, opnieuw heel veel zonneschijn, geen wolkje aan de lucht. En we hebben dus wel, zoals gezegd, die schrale oostenwind. Hè. Dus dat gaat het koude gevoel zeker versterken, hè, want de temperaturen gaan niet al te hoog oplopen. Maximaal een 10 graden, heel misschien langs de Frans-Belgische grens nog een 11 graden, maar meer dan dat zit er niet in voor morgen. Zonnig weer, maar wel vrij koud. En dat blijft eigenlijk zo, hè, ook na het weekend. Heel veel zonneschijn en telkens wel temperaturen rond 10 graden. Dat is zo op maandag, dat is ook zo op dinsdag. Nu, de temperaturen gaan er stilaan zelfs nog een beetje op achteruit. Hè. Richting woensdag bijvoorbeeld zal er waarschijnlijk geen 10 graden in zitten in de Benelux. Hebben we een 6 tot 8, lokaal 9 graden. En op de hoogste toppen van de Ardennen kan het dan zelfs maar een 3 tot 4 graden worden overdag. Nu, tijdens de nachtperiode zal het ook overal in de Benelux gaan vriezen. En dat zou dan zelfs de eerste keer zijn in het jaar 2020 dat we zo'n lage minimumtemperatuur gaan registreren. Dat zegt eigenlijk alweer genoeg over ons winterseizoen, want zo extreem laag gaan die minima zeker en vast niet uitvallen de komende dagen. Maar overdag dus heel veel zonneschijn en temperaturen die niet al te hoog oplopen. Het is dus vooral 's nachts dat er voor een langere periode nachtvorst zal optreden. En trouwens, dat zal ook quasi overal in de Benelux gebeuren. En dat is dus voor het eerst zo dit jaar. En daar dan kan het toch al snel naar min 6 of min 7 graden gaan. Dus dat is toch matige vorst. In Vlaanderen en Nederland zullen we ook wel hier en daar min 4 graden halen. Qua neerslag valt er dus ook niet veel te vertellen. Het is zonnig, dan valt er logischerwijs ook geen regen uit de lucht. Ziezo, dat was het voor deze zaterdag. Ik zou zeggen, maak er nog een heel fijne en gezellige zaterdagavond van. En dan zien wij elkaar dus hopelijk volgende week terug als die problemen wat achterwege blijven. Heel graag, tot dan.